allemaal niet echt in. Maar nu ik wel een sterke paard E4. Ja, het paard wil naar E6. En dan controleert het wel C5. Dus in veel varianten kan het witte paard naar C5. Heeft druk hier. Pion B7. En die loper, die heeft nou geopend. Staat hij wel actief hier. Maar nu ga ik naar E6 en dan kan hij hier niet heen. Hier door D2 doet hij. Ja, hij staat nog niet aanvallen. Maar hij wil waarschijnlijk door ons verdubbelen. En je kijkt niet tegen hem op omdat hij grootmeester is. Ja, het maakt me niet uit wie die is. Als hij slecht zetten doet, dat is zijn eigen probleem. Oké. Zo simpel is het dus. Ja, ik weet niet. De computer gelooft me dus. Het mentale stuk. Computer is wel iets sterker dan de grote. Het mentale stuk is hartstikke belangrijk. Het mentale stuk. Dat je zegt, denkt van jezelf, hé, spelen niet onder het indruk zijn van die van Swinkels tot bijna 2500 spelen. Ja. Die maakt ook fouten. Maar misschien wil die met deze het ook F4 doen. Want als je slaat, sta ik op D4. Hoor je. Maar het probleem nu is dat als je F4 doet, dan kan het paard in 2 doen. Door een C1 en paard E3. Dus misschien had hij dat in zijn achterhoofd. Eventuele zet. Maar ik ga gewoon meteen terug naar E6. En ja, ik ben nu al klaar om F5 te spelen. Paard D5. Hij wil hier dus vorige keer. Waarom bedoelt hij daar toch nog niet? Dat zou de toren verdubbelen, dat zou de logisch zijn. Ja, hij kan hier dit doen, maar. Ja, maar dat draait op de F te slaan. Is dat gedekt, hè? Twee keer. Ja. Oh, nu wel, ja. Ja, ik kan meteen F5 doen, maar misschien dat ik eerst loop E7 doe. Want F5 heeft misschien paard C5. Als je slaat, dan sla je op D8. Ja. Maar dan dat is in principe niet eens zo erg. Dan slaat hij op D8. Dan doe je gewoon loop E6. En ja, die staat aanvallen en meteen sluit ik die loper af. Waarschijnlijk is het wel beter voor zwart. Maar je hoeft geen F5 doen, hè? Nee. Je kan ook nog een voorbereiding zetten als je wil. Ja, het lijkt me logisch als je door D2 speelt, dat je dat inderdaad. Ja, speelt. Klopt. Maar ja. Hij wil F5 nog één zet langer. Één zet langer voorkomen met paard D5 D. Dus. Maar het komt niet geen D-minute. Nu moet hij B4. Ja, ik kan niks anders in principe. Maar nu kwam een F5. Kon niet voorkomen. Paard C5. Oeps. En nu doe ik wel een sterke zet. Dus C6. Ja, ik kan wel slaan hier. Een dubbel pion. Dubbel pion, maar hij kan de volgende net misschien C6 doen. En als ik hem sla. Paard B4 of zo en dan ziet hij niet echt goed uit. Nee. Ja, ik kan misschien C6. Maar paard B6 is waarschijnlijk niet zo leuk. C6 doe ik nu. En ja, hij kan niks meer.